hello, so you're the greatest lover. Nou, daar gaan we dan. De eerste keer dat ik de set mag bezoeken van de serie die Patty gaat heten. Maar ja, ik vind het nog wel heel spannend. En het is heel gek om in je leven, in je eigen leven te stappen, maar een paar stappen terug. Zeg maar een jaar of 40 terug gaan we nu. Oeh, ga je mee? Veel plezier. Joe. Ik word echt helemaal niet goed. Daar ben je. Ik word niet goed. Volgens mij had ik dit nog aan ook. Jeetje, hoor, echt haar. Dames en heren, Patty Bart. Daar is ze, ons Pet. Iedereen weet straks wie Patty Bart is. Oh jeetje. Dat snap ik ook. Dat is toch ook heel gek, want ik ben nog niet dood en ik zie mezelf weer. Ja, dat is toch ook te passen. Ik weet nog wel dat Herman ooit tegen mij zei. Pas je af en toe een beetje op die twee kids van mij. En nou staat gewoon, een van de twee staat gewoon mij te spelen. Dat is toch heel raar. Ja, maar dat is ook heel bijzonder. Ik denk ook dat het herkenbaar moet zijn voor vrouwen om te zien dat je gewoon elke keer als je dit voelt, dat moet doen. Ja, maar daar ben jij er ook wel echt wel een van. Want dat hebben wij het hier wel elke keer ook over, ook wel met de acteurs en zo van, boh, het gaat inderdaad zo erg soms helemaal to the bottom, maar altijd kwam je er wel weer bovenop. Ongelooflijk, dat figuur ook en alles en die Lois, die broek, die ja. Flair. Ik had zo precies zo'n broek. Wat erg. Oh, je hebt echt gejankt. Ik dacht dat het een grapje was, sorry. Nee. Oh. Nou, ik denk dat wij zijn allemaal hele lieve dingen. Herken je ons? Ja, natuurlijk! Is ze lastig, Patty? Nee, helemaal niet. Nee, je valt heel erg mee. Oh, jullie zijn nu al een kliekje. Ja. Oh, je hebt weer een andere pruik op. Ja, ik heb nu mijn jonge pruik. Oh. Hier is make-up. Dit is dan bijvoorbeeld Luf. Dus dan gaat ze van dit naar dit. Gezelligheid. Gaat ze lekker in de krul. Holy Luf. Nog een jaren 80 kuif die je had bij Ralph Inbar. Bananensplit. En dan op een gegeven moment in 1993 hebben we uiteindelijk gekozen om... Ja, dat te doen. Deze vind ik heel lekker. Oh ja, dit is voor... Dit zijn een paar jaar. Dit ben jij over nou, laat ik zeggen. Dit is je zus. Oh, mijn zus. Ik denk dat het ook heel goed is dat het een keer wordt laten zien wat er allemaal ook gebeurd is. Maar ook hoe vet de tijd het ook wel was. Het is ook heel vet geweest, denk ik. Nee, ja, ik heb me geen seconde verveeld, laat ik het zo zeggen. Dat niet. Ja, het is gewoon spannend. Ja. Alles is wel spannend. Je zocht altijd alleen maar spanning op. Dus wij hebben ook geen één saaie scène. Eva. Maar ik herken je echt niet. Ik zit helemaal in jou. Showbiz is niet voor tere zieltjes, Patty. Blijkbaar ook niet voor dikke mensen. Voor de camera dan, hè? Maar ik vind het zo gek dat ik je niet herken. Ik heb natuurlijk hele lichte ogen. Je hebt bruine ogen. Dus ik heb lenzen in. Een bitje. Jij hebt andere tanden. En ik zit helemaal onder de prosthetics. Gewoon helemaal. Van tot hier. Weer helemaal. En dus dan zit ik ongeveer gemiddeld voor 4,5 uur zitten we in de special make-up. Ik weet nog dat je bij Expeditie zei, ik ga nooit meer acteren. Ja, maar ja, toen kwam jij met je hele leven. Nou, het is heel leuk om door zeg maar jouw hele leven, alle die jaren te gaan. Dus ook voor de Arctic Park, het tweede make-up team, voor alle pruiken. En weet je, je kan helemaal uitpakken natuurlijk. 45 jaar. In 35 dagen, zeg maar, knijt. We hebben het een beetje zo. Het lijkt nu een beetje zo van, Holly, doe jij een kluitje mannen? Dan doe ik een kluitje mannen en dan doe ik wel het faillissement. Dan doe jij eventjes nog het hele LA-stuk gedeelte en dus, ik spring met de sterren van de hemel op die duikbank. En? Nou, nu wordt de stuntdubbel. Ik zeg eigenlijk een beetje de hele tijd, nou ja, het lijkt net alsof we een soort concert van de Stones bijwonen. Dus we komen elke avond helemaal gesloopt thuis, maar je komt dan met een goed gevoel thuis. Ja, ik moet wel wat gaan doen.
Wat moet jij gaan doen? Ik moet jou nu gaan spelen. ik moet heel kijken. Boos worden nu op ons Hans. Volgens mij. Op Hans van Hemen. Ik moet nog even gaan lezen, volgens mij. Ga je maar lezen. Ik ga even lezen. Ik ga mij stiekem nog even kijken. Kom.